Janne Karbaat, ik weet niet of je die kent. Een Hollandse dokter die zijn eigen zaad gebruikt heeft. Dat was een sos. Maar dan moet ik u eerst een kleine vaginale les geven over in vitro fertilisatie. Kan het niet via een suco? In vitro fertilisatie wordt het zaad van de spermadonor in de eicel gebracht, buiten baarmoederlijk, en wordt die bevruchte cel terug in de baarmoeder geplaatst. Janne Karbaat die gebruikte in plaats van het potteke sperma dat ze brachten, gebruikte hij zijn eigen zaad, het zaad van Karbaat. Hij vond dat veel beter en zo heeft hij 82 vrouwen bezwangerd. Hij heeft gezocht voor een groot nageslacht met zijn klein geslacht. Dank u voor deze les biologie. De volgende keer leren we u schaatsen. Rolschaatsen, ijsschaatsen of plankschaatsen.